Ja, ik had inderdaad wel doorgekregen dat het een korte openingsfanfare was, maar dat is inderdaad heel erg kort. Dames en heren, Tegaan speelde zojuist Fanfare Hazenswoude. En dat is inderdaad een korte krachtige openingsfanfare die ooit geschreven is om de tweejaarlijkse Taproom Hazenswoude te openen. Van TDH is zelf van wij in eerste plaats een marsorkest en ze bezoeken dus en ze organiseren zelf ook taproes. En komen op straat het beste tot hun recht. En ik weet inderdaad dat er mensen in de zaal zijn die ze zojuist hebben gezien. Zijn er mensen in de zaal die ze zojuist hebben gezien? Ah, er zijn een aantal mensen. Ja, er kwamen ook mensen inderdaad die uit hun huizen lopen dat ze toch iets zagen wat ze in wekken allemaal niet zo heel vaak werden gezien. En dat is inderdaad een fanfare die over straat marcheert. TDH gaat direct verder met de Mars van Snelles. Spreek ik vandaag van Snelles? Ja. Deze mars is door Hans Deulhaar, die ik net zelf gecomponeerd, ter ere. Het is vernoemd naar de plaats in Normandië en het was ter ere van een D-Day Memorial activiteit. En daar heeft Hans toen gespeeld met de Band of Liberation. En de Band of Liberation is dan dus inderdaad één orkest waar ook sommige van de aanwezige leden bij spelen. En nu is dus TPH zelf aan de beurt om dat stuk te spelen. Luistert u naar Asnelis.
Thank you.
Ja, was het zeker, dat niet. Ja, zag u ze schuiven trouwens, hier in deze zaal? Dat ging hard, hè? Ja, dat was echt respect hoor, dat bij de kan. En ik begrijp dat we nou een slagwerkstuk krijgen. Ik neem aan, moeten jullie daar iets voor verbouwen of kunnen jullie direct aan de gang? Nou, we hebben geen vullend praatje te houden. Dus ze zeggen, luistert u naar Drums of Tooling. Wie zijn de echte jongelingen hier uit het orkest? Nee, echt niet, zijn er geen hele jonge mensen bij. Wat zeg je? Oké. Goed, nou, in ieder geval, we gaan even nog door met een tweetal nummers die iedereen wel kent van de radio. De eerste is van Caro Emerald. Deze Nederlandse trots heeft een wereldhit gescoord namelijk. Iedereen zal het nummer ook wel kennen. Het is zelfs gebruikt voor Martini-reclames. En het nummer daarna, dat is al wat ouder, ging zo'n 25 tot 30 jaar ouder. Dus iedereen boven de 30 hier in de zaal, die zal wel weten als ik zeg Call and Shake Your Body Baby, Do It Conga. Dat gaat over Gloria Estefan. Maar de rest, die zo, ja, die worden misschien weer niet meer te zeggen, geniet ervan. Twee nummers achter elkaar, A Night Like This en Conga.
aangekomen op het laatste stuk van de TTH. Hans Dulleman, dirigent, is al ruim 35 jaar dirigent van de TTH. En heeft in die tijd ook veel muziek gecomponeerd, ook sommige werken speciaal voor TTH. Zo ook bij het volgende stuk. Dit stuk is op verzoek van TTH gecomponeerd, omdat ze de slagwerkinstructeur Simon Dulleman, de broer van de dirigent, afscheid nam van de vereniging. En die wilde dus passend bedanken bij een stuk. En dat heeft dus heel toepasselijk. Thank you. En als u zo'n bijzonder genoten heeft van TTH en u wilt meer weten, kunt u kijken op de Facebookpagina of op de website. Staat allemaal in het programmaboekje. En u kunt eventueel ook nog op 3 november, tot 3 november, na het concert van TTH komen in Hazenzouden. En na het stuk is het dus pauze. U lekker een drankje doen. Daarna speelt het daarvoor nog een half uurtje. En dan sluiten we gezamenlijk af. Dus ik zou zeggen, luistert u naar. Thank you. Thank you.
We gaan meteen weer goed doorgaan op twee weken. Festival. Allemaal op tijd, de repetities, zodat we weer goed kunnen doorsturen. Ik kan ook nog een andere lijn voor Peter Boven meer kiezen. Oké, okay, nou, dan gaan wij nog eventjes spelen. Over en uit. Dames en heren, en het wordt vanavond gedirigeerd door de Nederlander Tom Bertsen van deze. Ja, toevallig van mijn broer. En we hadden vast wel zien.
Als u nog vragen over voor kunt over mij of bij een andere bestuurder terecht of even mijn leven verwijzen hierdoor. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. En u kunt natuurlijk ook met ons mee komen 27 oktober om te luisteren in Solo.